Walt Oosterbos wordt vanaf de komende zomer de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname. Volgens de bekendmaking van de Nederlandse overheid is Oosterbos nu tijdelijk de waarnemend plaatsvervanger ambassadeur in Ankara. Oosterbos, die eerder reeds in Suriname gestationeerd was, heeft aangegeven erg trots en bevoorrecht te zijn met deze benoeming. Oosterbos zal het ambt overnemen van Henk van der Zwan. De regering is vastbesloten een duurzaam visserijbeleid te voeren. Om dit doel te bereiken is afgelopen zaterdag door minister Parmanant Seodin van LVV en president Chandrika Prasad Santokhi het startsein gegeven voor de bouw van een visaanlandingsplaats. De visaanlandingsplaats is onderdeel van een project waarbij onder andere een monitoringcenter van het LVV-directoraat Visserij zal worden opgezet. Dit is de eerste aanzet voor een compleet visserijcentrum. De aanlandingsplaats moet binnen 8 maanden zijn gebouwd, waarna er ook andere faciliteiten zoals een ijsmachine en een koelcontainer voor de opslag van vis zullen worden neergezet. President Chandrika Prasad Santokhi is voorstander van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag die Nikeri sinds 2022 teistert. Het staatshoofd geeft aan dat als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, het zeker impact zal hebben op de samenleving. Het onverantwoord gebruik van pesticiden moet achterwege gelaten worden. Santokhi zegt dat de commissie een permanente structuur moet krijgen om samen de rattenplaag onder beheersbare proporties te brengen.